Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik klus voor jou doen. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik begin meteen, want ik heb een nieuw account gestart. En ik had een keer, was ik net in een legendarische, maar toen hadden we een nieuwe telefoon nodig en die legendarische was de Stam. Misschien hebben jullie die ook gezien, die video. Maar ja, nu begin ik gewoon weer helemaal opnieuw, maar ik weet dus al hoe het werkt. Dus hopelijk komen we mensen tegen die voor het eerst spelen, want dan win ik misschien wel. En dan ga je hogere arena soms. Zo, dat duurt niet zo lang. Ga ik gewoon lekker doen. Ik ga niet die ene diamant verspillen. Zo. Waarschijnlijk komt er niks goeds uit. Go. Ja, ridder en geluisteling en zo en pijlen. Hey. Wacht eens. Toen ik nog speelde, waren geluistelingen niet in Arena 1. Dus. Ik doe even alles upgraden. Ja, ik ga nog even vechten. Nou, huppakee. Nu leer ik je hoe je moet verdedigen. Neem iemand of. Niet inzetten. Ik zet gewoon deze in en dan deze meteen erachter. Dan zet ik deze in. Dan gooi ik de. Huppakee. Er is nog een ridder in. Dat is natuurlijk kei makkelijk nog. Ja, dan wordt het veel moeilijker als je tegen online spelers gaat spelen. Ik hoop niet dat we tegen trollers moeten spelen. Want trollers zijn die mensen die dan expres arena's lager gaan. En dan met kei goede kaarten gaan spelen. Zoals Sparky. Nou, Sparky is hoger arena niet heel goed meer. En dat is Vonkje. Maar. Maar echt bij Arena 1, 2 en 3 kan niemand daar iets tegen doen tenzij het ook een troll is. Oh yes. Die is altijd wel fijn om deze te gebruiken. Ik ga deze ook meteen inkleden. Dat is toch maar 5. Dus welke emotes heb ik? Alleen met die. Ik had een keer een super magische kist uit een gevecht gehad. Maar dat was niet bij dit account, dus. Wat? Ik kan het toch ergens anders neergezet, of niet? Dat wil ik helemaal niet. Zo, alles erbij knallen. Oké, en dit is niet meer te stoppen. Nog meer. Ik denk dat jullie het allemaal wel weten, maar gewoon weten. Nooit pijlen doen op een toren. Want dat doet heel weinig damage. Ja, maar ik kan het niet laten zien, maar ja, boeien. Ik doe het niet vast. En ik heb het twee. Er zit één epische in. Oh ja, die heb je altijd. Welke kan je ook al krijgen? Ik wil graag. Ik heb twee keer als eerste de prins gehad en één keer de babydraak. Kijk wat ik nou krijg. Ik hoop niet deze, want ze hebben al. De. Hoe heet dit? Deze hebben ze. Ze hebben pijlen. Ze hebben vuurbal en deze. Dus. Dus ik hoop dat ik deze krijg. Of deze. Nou, trouwens, ik hoop het liefst deze, want die, ze hebben nog niet heel veel voor in de lucht. Dus wat krijg je? Ik hou natuurlijk als eerst één pijl. Giddig. En? Precies die ene die ik niet wou. Nou ja, daar ben ik nog nooit mee begonnen. Eens kijken hoe dat bevalt. Oké, nee, dit is nog niet online. Jammer. Volgens mij hierna wel.
Maar dit is allemaal nog vet makkelijk. Dus kijken wat ze daar tegen doen. Ja, kijk, de koninklijke trainers hebben al geboden. Maar daar heb ik nog niet online. Jammer dat skeletten lezen voor een reus. Daar ben ik eigenlijk wel bang mee. Oh, kijk, de skeletten lezen voor een zin. Oké. Niets voor nu. Kijk, dit pijl doet heel weinig damage op het oog. Dat is mooi pijl. Wat kan je net doen, jongen? Noeps. Noeps. Oh, leuk. Hoe heet ik? Weet ik veel. Baas. Oké, ik krijg sowieso die... Dit is de laatste training zo. Lekker dan. In reus, yes. Maar wanneer kan ik eigenlijk klein? Voor training, oké. Okay. Dan is de laatste uitdaging. Begin meteen? Nee. Ik moet even wachten tot ik vol heb. Maar vol elixir. Oh, hier. Zet ik hem daar. En dan hier en dan hier. Ik is het liefst. Letterleger is bijna weg. En die skeletten daar hoef ik niks tegen te doen. Want die wordt toch wel heel groot door de toren. En ik wil zorgen dat die boos wordt. Dus daar gaan we die musketier die toch flinke bellen. Ja, en we hebben al gewonnen. Kijk. Oh nee, nog niet. Maar ja. Even wachten tot die weg zijn uit het bereik. Ja, kijk, kan er aan. Kijk, kom je met die goblins. Ja, en nu is het wel klaar. Gewonnen. Woe, we hebben de win. Ik ben hier, oh ja. Als het goed is, krijg je nou ook een koninkist. Dat ik die heb ongrendeld, weet je wel. En dat je hem dan... Nou kan je gaan sparen voor. Oh ja, dan moet je kei lang wachten. Kijk, nu ben ik. Oeh, wat een jager, dat wist ik niet. En deze wist ik ook niet, dat je die kon krijgen. Vroeger was het altijd dat je deze al kon krijgen en dat je die al in het begin had. Nou ja. Okay, dank je. Samen 50 kaarten. 10 edels, 21 van dat. Dat is niet zo. Oké. Okay. Moet je level 8 zijn. Gewoon niet bewaken. Eens. Ik stuur even wat. Er was even wat. Ik ga denk ik even 2 tegen 2.
wil zoeken. Ik ga gewoon 2 tegen 2 spelen, want dan kan je ook zitten met een keigoeie. Maar je kan ook tegen een goeie zitten. Dat is wel jammer. Maar ik denk dat ik na dit potje wel met normaal speel. Oh nee, ik had geen skeletten liggen ready. Sorry voor deze chaos. Oh jeppie. Mijn medespeler heeft ook een skelettenleger. Huppakee, kijk veel skeletten. Huppakee, oh we gaan winnen. Oh nee, skelettenleger is weg. Nou, even wat schieters. We hebben nou heel veel schietdingen. Huppakee, hier doen we het. Dat was heel dom, want nou gaan onze koning ook schieten, dus. Dat die pijlen op ons werden gegooid. Ja. Doet hij? Oh, ik dacht van daar gaat ze iets zetten, maar dat was het allemaal een beetje stil. Oh nee, oeps. Goed gespeeld. GG. Waffa. Bim. Oh, nou pijn. Denken ze nog dat ze kunnen winnen? Kijk, dan mag je wel pijn doen voor mij. Maar dan kan je wel. Lekker boy. Oh nee. Oké, hierna ga ik dat niet meer doen hoor. De 2 tegen 2. Nee! Toen zit zo'n best goede tegenstanders. Oh nee. Ze hebben ook de jager al level 6. Rock Rider, alles. Oeh, ga ik nog even doen. Ik ben goed. Ja, het is al klaar. Kijk, boom. Alleen dat ding nog gekregen, want we verliezen toch. Kijk, want daar zetten ze die neer. Niet te veel elixir kwijtraken, ze kunnen nou met een enorme push komen. Kijk eens aan, daar komen ze al. Baby Draak level 6 en 7. Niet te stoppen. Oké, okay, goed zo die baby draak. Ga maar lekker op die reus af. Oh nee, nu is het wel klaar. Oh, misschien pakken we nog een toren dan met die reus daar rechts. Nee, dat lukt nooit meer. Wee. Die dingen zijn te snel. Gaan ze ons nog uitlachen ook, hè? Dat is altijd dat ze dan uitlachen. Skeletleger, daar komt hij hopelijk niet doorheen. Oh, hij kon nog net een keer slaan. Nou, doei doei.